Een pittig windje op de Rode Molen. Dat is goed te zien hier. Als Anicora de vrije trap wil gaan nemen. Die wind die staat dwars over het veld. En zou wel eens van invloed kunnen zijn op deze wedstrijd. Tussen de nummer 6, Jong Almere City, en de nummer 8, Terlede. De ploeg van Steven Roodakkers. Ja, ze speelden 4 keer achter elkaar gelijk. Het wordt dus weer eens tijd voor een overwinning. Stemers van Otterlo. En de redding van Stijn Keller. Terlede natuurlijk debuterend op dit niveau. En dan mag je zeggen, met een 8e plaats doe je eigenlijk hartstikke goed mee. Hier komt de ploeg weer van Roodakkers. Balletje naast. Maar het geeft aan dat de ploeg uit Sassenheim van plan is om hier weer eens een overwinning te pakken. Dit is een aardige voorzet waar Stemers net niet bij kan. Vanaf de rechterkant komt het gevaar. Maar het blijft 0-0. Wie drukt eraf? Ja, het is uiteindelijk Darazi in de handen van Stijn Keller. Spel gaat door. Buiten beeld wordt er hens gemaakt. Scheidsrechter zegt voordeel. Limon kan niet raakschieten. Dan loopt deze kans uiteindelijk op niets uit. Is het de lange peer naar voren? En dus even alle hens aan dek achterin bij Terlede. Op het moment dat Valpoort aan de bal komt. Aardige actie, voorzet moet komen. Nou, 100 van die ballen zou je zeggen. Gedragen door de wind gaat hij over de goal van Michael Beckers. Hoekschop voor de geel-rode. Oh, wat een kans! Komt zomaar op het hoofd van Petronia. Hij lijkt ervan te schrikken. De verdediger die altijd mee naar voren komt op het moment dat er hoekschoppen zijn. Jong Almere hebben we eigenlijk nog niet gezien in deze wedstrijd. Dit is een aardige mogelijkheid, alleen Valpoort wacht iets te lang met afdrukken. Bovendien behoorlijk verdedigd. 0-0 nog altijd. Als de tweede helft is aangebroken. Met zomaar inleveren en een mogelijkheid dus voor Limon. Schot niet afdoende. En dan is dit een eigen doelpunt. Wat ongelukkig van Ruggero Mannes. Ja, Stemers wordt gefeliciteerd. Limon met het schot, de redding en Mannes met de eigen goal. Klein uurtje gespeeld en de voorsprong dus voor Terlede. En dat is prettig. Dit brengt hem hoog in, kan gekopt worden. Maar ja, een simpel vangballetje eigenlijk. Hè? Snel uitgetrapt door Beckers en de mogelijkheid voor Stemers. Die moest snel reageren en had daardoor het vizier niet op scherp. Onder die nogmaals lastige omstandigheden. 1-0, Terlede domineert, maar pas op voor de tegenstoot uit Almere. Daar is er zo één. Dit is een dot van een mogelijkheid, zeg. Valpoort, jongen, jongen. Dit soort kansen moeten erin. Dat zal hij zelf ongetwijfeld ook weten en dat zal hij de volgende keer misschien ook wel goed doen. Nu komt Terlede goed weg. Aardige aanval met een uitstekend schot. Ja, dat is jammer. Voor Limon, dat die keeper daar nog de handen tegenaan kon zetten. Het blijft 1-0. Met mogelijkheden. Petronia. Ik zei het al, komt altijd mee naar voren bij dode spelmomenten. Nou, deze inworp was ongeveer een hoekschop. Petronia mist. Het overwicht moet worden uitgedrukt in meer doelpunten. Want die marge van 1-0 is zo mager. Van Otterlo. Wat doet hij dit uitstekend. Van Otterlo had misschien moeten afleggen. Naar Itchabouni. Van Otterlo probeert het zelf. Dus blijft die 1-0 stand staan. Goed doorjagen, waardoor Almere terug moet. Keller, meegeven en terugkrijgen. Dit is uitstekend. Zomaar in de voeten gespeeld. En dan moet dit dan worden, de 2-0. Nee, Joey van den Berg, van Otterlo, pislink. Want dit had er moeten zijn. Maar goed, het blijft bij 1-0. De overwinning dus voor Terlede.